De Zuid-Indiase film Pebbles heeft op het International Film Festival Rotterdam, IFF, de Tiger Award in de wacht gesleept. De publieksprijs was voor Quo Vadis. Aida, van de Bosnische filmmaker Jasmila Zvanik. De VPRO Big Screen Award ging naar El Perro Que No Cala van Ana Katz uit Argentinië. Tekst gaat verder onder advertentie. De jury was enorm onder indruk van de schijnbaar eenvoudige en bescheiden film van Vino Tripes, staat te lezen in het juryrapport over Pebbles. Met een minimum aan middelen creëert de filmmaker maximale impact. Hij bereikt zijn doel met dezelfde overtuiging en vastberadenheid als zijn hoofdpersonen. De Special Jury Awards gingen naar Icomete, A Corsican Summer van Pascal Tagnati en Looking for Venera van Norica Seva. De winnende films Pebbles, Icomete, A Corsican Summer en Looking for Venera zullen langer te bekijken zijn op de site van IFF. Tijdens het festival konden de films gestreamd worden. Dit is nu verlegd tot komende dinsdag. Buzzelets Blok ADS.